Recurring revenue, oftewel terugkerende omzet, is bij het waarderen van techbedrijven een van de belangrijkste pijlers. Maar welke soorten zijn er? En wat is de makkelijkste manier om hiermee te starten? Terugkerende omzet is geweldig als je op zoek bent naar een slim en solide verdienmodel. En wie is dat niet? Het werkt heel simpel. Jij levert per maand, kwartaal of jaar bepaalde diensten en je klant betaalt daar steeds hetzelfde voor. Dat is lekker voorspelbaar. Niet alleen voor jou als ondernemer, maar ook voor de klant. En voor potentiële kopers van jouw bedrijf. Bij No Monkey Business onderscheiden we 3 soorten recurring revenue. SaaS, SLA en Productized Services. SaaS staat voor Software as a Service. Wil je recurring revenue? Denk dan in kant-en-klare producten en zo min mogelijk in maatwerk. De klant betaalt jou per periode een bepaald bedrag. En jij verbetert op jouw beurt de software continu. Goede software betekent trouwe klanten en dus terugkerende omzet. Dan SLA. Dat staat voor Service Level Agreement. Simpelweg een servicecontract waarmee je zorgt dat je klant zich geen zorgen hoeft te maken over zijn software of hardware. Want jij levert hen gemak. Een dienst waar veel klanten met plezier voor betalen. En tot slot Productized Services. Dit zijn diensten verpakt als een product. Door je diensten net even iets anders te verpakken en zoveel mogelijk te standaardiseren, kan het zomaar ineens een schaalbaar product worden. Het is een mooi recurring revenue model voor consultants of andere zakelijke dienstverleners die met een uurtarief werken. Wil jij ook een kickstart maken met het toepassen van recurring revenue in jouw organisatie? Ga dan naar nomonkeybusiness.eu/academy voor meer achtergrond en een concreet stappenplan.